Wij zijn van de Kiwanis en we organiseren vanmiddag hier een kinderoogstfeest. Dat doen we met als doel om de kinderen iets meer bewust te maken van lokaal voedsel, duurzaam voedsel. Gewoon eigenlijk eten wat er hier in de buurt te krijgen is. Dus we hebben hier een zevental deelnemers die hier uit de buurt komen. Met als bedoeling dat we gewoon lokaal voedsel promoten. Met als doel kinderen iets meer bewust te maken van een alternatief van voedsel waar je doorgaans in de supermarkt kunt krijgen. En wat lekkerder is, gezonder is en ook nog beter voor het milieu. Zou ik ook weten wat de straat is? Ja, Wendel. Want daar hebben we dit project gedaan. Ik zie dat heel snel op in plaats van dat het zien. Ja, nou, misschien is het even aardig om te vertellen. We hebben afgelopen 14 dagen hebben we zo'n 500 kinderen op in zo'n 16 klassen bezocht. Die hebben een soort koediebag gekregen met een koksmuts, een schort en een uitnodiging voor vanmiddag. De kinderen die kunnen hier kokerellen. Die hebben een bezoek in het prei en een aardappel gehad. Die nemen ze mee en die gaan ze hier verwerken in groenten. Dus ze kunnen hier zelf gaan kokerellen samen met beroepskoks. Ze kunnen chips maken van een aardappel, melken, kalfjes knuffelen, geiten melken. En dat met de bedoeling om kinderen op een spelende manier en iets meer bewust te maken van lokaal voedsel. Moet je alleen maar dingen aanhangen die je lekker vindt, want het is helemaal je eigen ketting. Die hebben twee keer moeten proberen in het product. Dat is echt mooi gemaakt. Wat wil jij? Dit is geen gele. Wat voor worst is dat? Dit is een rood varkensworst, ja. Het voedsel wat we eigenlijk hier gewoon hebben, dat komt hier binnen een straal van 30 kilometer vandaan. Kijk, kinderen die vinden het heel normaal dat als ze in de supermarkt groenten en vlees halen, dan komt het wereldwijd. Maar eigenlijk al het voedsel dat we nodig hebben, kunnen we hier gewoon binnen een straal van 30 kilometer telen en oogsten en consumeren. Dus een ananas ga ik hier niet vinden? Nee, je vindt hier geen ananas, zeker niet, maar wel fruit van het seizoen. Dus het gaat echt om seizoensproducten. Nou, gelukkig zijn er alweer heel veel fruitsoorten die nu geoogst worden, maar geen ananas en bananen. Het is groentesoep. De kinderen zijn groenten aan het snijden en maken soep van. Kijk, hoe snij je? Snij maar. Ja, kijk eens. Hier, moet ik aan. Een scherpe vis, hoor. Kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel.